Hi, mijn naam is Fleur van Meulen en ik ben 19 jaar oud. Momenteel volg ik de opleiding maatschappelijke zorg op het Koning Willem 1 College in Den Bosch. In dit filmpje wil ik jullie graag meer laten weten over mijn opleiding en mijn stage bij Dichterbij. Om te beginnen wil ik jullie in het kort iets vertellen over mijn opleiding. Ik volg dus de opleiding maatschappelijke zorg op het Koning Willem 1 College. Deze opleiding duurt 3 jaar. Ik zit op dit moment in mijn examenjaar. De opleiding is erg breed. Je leert hier dus over verschillende doelgroepen. Bij deze doelgroepen kan je denken aan oudere mensen die bijvoorbeeld dement zijn, jongere mensen die een verstandelijke beperking hebben, dakloze mensen, vluchtelingen en verslaafde mensen. Ook kan je in de thuiszorg gaan werken. Momenteel loop ik stage op 2 plekken. Dit komt niet vaak voor, maar hier heb ik zelf voor gekozen. De ene plek is een dagbesteding en de andere een woongroep. Beide zijn bedoeld voor cliënten die een licht tot matig verstandelijke beperking hebben. Beide stageplekken vind ik echt heel erg leuk. Ik merk dat ik erg veel leer van mijn stages en veel uitdaging heb bij beide stageplekken. Ik heb erg leuke collega's waar ik veel mee kan kletsen en lachen, maar ook serieuze dingen kan bespreken. En wanneer ik vragen heb, kan ik altijd bij hun terecht en krijg ik antwoord op mijn vragen. Verder merk ik dat de opleiding echt goed bij mij past en ook de doelgroep op mijn stages. Deze cliënten die zijn best zelfstandig, maar hebben af en toe toch je hulp nodig. En dan vind ik het dus erg mooi dat ik samen met de cliënt naar oplossingen kan zoeken of nieuwe uitdagingen voor hen. En dat vind ik echt heel erg leuk. Als je nou nog meer vragen hebt of je wilt meer informatie weten, kijk dan vooral op de site van Dichterbij, want hier staat nog meer informatie op. Doei!